Op zaterdag 17 september waren we getuigen van de officiële opening van het natuurgebied Reiderwolde. Met de toren, het amfitheater en de natuurbegraafplaats. Dit is een grenslaat. Verdichte geschiedenis. Getienlaat. Zaand. Potklaai. Veen en blets. Brok. Ze voeren rond eilandjes. Steunen op een zandwaal. Hulp missen en afval op. Stormvloed slot bierdorp terug in zee. Ze driemen stekken en zoeken de klei en veen. Stikken en motten. En altijd zwemmen er weer boven. Tot duip in augustus werd groen en goudgele stroom op hoge bolderborens steurt. Aarmouw, zwouw en brakel. Gramnidigheid walt als een veenbrand. En lege boeren plotsen, kroppen ze ook boeren op. Ieder een zwaar hongerend op het wat. Jonggoud, op fietsen waait het altijd uit. Kalve lijfdes gewoon dansend langs wegen. Tol, stoept en verbeten zin. Verlaagd in gezaag. Verrast ons in haar onderstroom. Kaalt af, neemt op. Kom, willen we hier zo met boom het licht van de jongetien klinken laten. Want het is de wind die langs de luchten gaat, die zingt en prat, de klinkers blast, wild ringletters uit zijn handen schudt, die wegvaalt, opstekt, streelt en slacht. Als hij weer een bui openbreekt, zijn woorden met striemende vlogen over velden en daaierjacht. En nije strofes juchtert met het ritme van de zonnestroom. Dit beminde mens is een gedicht, tussen herinneren en heden opnemen. Hier wordt de eerde hemelsprekend. Normaal gesproken openingen, ja, die staan synoniem voor blijdschap, vrolijkheid, feestjes. Maar over het feit dat de gemeente Oldambt nu een natuurlijke begraafplaats heeft, vind ik wel iets feestelijks hebben. En in ieder geval stemt mij dat heel goed dat het is de derde van Nederland, als ik goed geïnformeerd ben. De omgeving van de Veluwe en in Limburg is de natuurbegraafplaats. Wij hebben er een ook. Dus ik zou u willen vragen om met mij uw glas te gaan heffen en een toast te brengen op onze eigen natuurbegraafplaats. En compliment en ja, we zeggen, hij is open. Ja. Proost. Natuurbegraven, dat is begraven worden in de natuur met een natuurlijk element als grafmonument en het liefst ook in zo'n natuurlijk mogelijk omhulsel. We hebben het initiatief genomen om natuurontwikkeling te doen. We hebben grond gekocht, landbouwgrond, en wordt omgezet in natuur. En dat is lastig om daar de financiële middelen voldoende voor op tafel te krijgen. En een begraafplaats kan daarin bijdragen. En dat is eigenlijk een soort economische drager moet het gaan worden voor natuurontwikkeling. Want jullie zijn de eerste particuliere natuurbeheerders met een particuliere natuurbegraafplaats, zeg ik dat goed? Ja, voor zover ik weet wel, ja. Waarom? Nou, we hebben een prachtig natuurgebied van 200 hectare waar een mooie natuurbegraafplaats heel goed bij past. En dat kan ook nog een keertje een economische drager zijn om het natuurgebied te onderhouden. Geloof mij nou maar, ze zijn altijd te laat. Dus mijn schadeboud, tiet vern, drin en droet. Dan kloor en klapskeet. Trotse Henk Bleker. Ja, maar trots op hoe mooi het erbij ligt. Trots op die inzet die de mensen allemaal hebben gedaan. Want vanuit de politiek kun je de mogelijkheid scheppen. Maar als een streek, als de mensen in de streek die mogelijkheid niet oppakken, dan gebeurt er niks. De politiek kan dit niet allemaal aanleggen en beheren en betalen. Maar als de mensen in de streek zelf de handen uit de mouwen steken, het plan uitwerken, dan komt het voor elkaar. En dat,
dat is misschien wel waar ik het meest trots op ben en wat mij ook het meest stimuleert voor de toekomst. Je blijft nog wonen in dit gebied? Ik ben Grunniger, altijd een Grunniger, dus ik woon mooi in de oostkant van de provincie in Westerwolde. En daar ga ik ook niet vandaan, wat er verder ook gebeurt. En nu nog even iets wat je wel gewend bent, toneel spelen? Nou, ik speel nooit toneel. Nee, maar dat kan niet. Als je een jaar lang in de politiek zit, kun je geen toneel spelen. Maar ik moet nu een stukje doen in een toneelstuk. En dat gaat over hoe moeilijk het voor de mensen is geweest om dit voor elkaar te krijgen. Niet omdat je die natuur niet voor elkaar kunt krijgen, maar omdat er zoveel wetten, regels, procedures en gedoe in ons land is, waardoor mensen die wat willen, als het ware, soms onnodig worden gehinderd. En daar moeten we echt, dat leert dit project ook, daar moeten we echt ook eens een keer een eind aan maken. Dat mensen die van goede willen zijn om iets voor elkaar te maken, dat die niet tegen allerlei dingen oplopen, allerlei regeltjes die voor hele bijzondere omstandigheden zijn gemaakt. En ik denk dat dat wel een boodschap is die vanuit dit gebied, toch een beetje het revolutionaire gebied van het Oldambt, naar de politiek gaat van stel ons in staat om dingen voor elkaar te krijgen, hinder ons niet waar dat niet nodig is, maar geef ons de ruimte. Ze willen de toren en het theater afbreken vanwege de drumlin. Sloop. Je hebt dus een bult aanlegd zodat de drumlin beter zichtbaar wordt. Ik ga ook overleg met de gemeente. En ook ik ga ook overleg met de provincie. En ook in goud overleg met de stoorsecretaris. Ja, de stoorsecretaris zelf, ja, ja. Aan u de eer, heren. Misschien dat u even moet helpen, heer Smit, want die schaaf nu is toch wat... Ja, pas even wat die eindjes. En hierbij verklaren wij namens de provincie... De gemeente... Het Holle Land, het Natuurtheater Rijderwolde, voor geopend. Ja, doorzetten, dat is belangrijk. En kop de vuur. En als wij in Den Haag helemaal dwars liggen, dan zou ik zeggen, met de trekken naar Den Haag. Ons tot de orde roepen, uiteindelijk. Maar ik denk dat het van goud komt.